Voilà, beste mensen, ik kom net uit Wallisoorden en ik ga nu de richting van Kloosterzande. Dus ik kan je wel zeggen, hier in deze streek, deze locaties, het is enorm griezelig, verlaten. Ja, het is zomer, maar bij mooi weer of slecht weer zie je hier amper iemand langskomen. Dat is een feit. Dat zijn echt van die verlaten locaties. Ja, er is ook niets te doen. Je hebt hier ook bijvoorbeeld geen groot warenhuis of wat dan ook. Dat je zou zeggen, je komt even naar hier voor een aantrekkingspunt of zo. Nee, het is echt een verlaten zaak hier. De richting van de Westerschelde. Ja, daar is er ook niets te doen buiten te kijken naar de vrachtschepen die langskomen. Je ziet toch wel heel die streek hier. Het is toch allemaal een griezelige zaak. Voilà, hier komt men Kloosterzande binnen. Een dorp met 3000 inwoners. Ja, en aansluitend op dit hier, aan de rechterkant, heb je nog 2 kilometer tot Perkpolder, waar dat men spreekt van Hulst aan Zee. Dat is ook weer een griezelige zaak, want het probleem hier ook is, er is geen bus die naar dat Perkpolder gaat. Als je wilt naar Hulst aan Zee gaan, daar even gaan rusten, ja, dan kan het enkel met de fiets of eigen auto. Dus ja, het zit toch allemaal slecht in elkaar. Ik zeg, de enige bus 10 stopt ginter op een 50-tal meter en dan gaat hij terug richting Hulst. En dus je komt hier op die locatie en verder moet je op je plank trekken, zowel voor Walsoorden. 2 kilometer te voet, want daar komt de bus ook niet. En hier ook Hulst aan Zee om te ontspannen, ja, het moet ook te voet. En ook op een bepaald moment daar is er geen fietspad, nog voetpad op die baan. Ik heb een keer die baan genomen en het is toch ook wel redelijk gevaarlijk. Ik ben hier aan de Waterstraat, dus hier moet je 2 kilometer te voet. Zoals je ziet, normaal gezien zijn er overal fietspaden, voetpaden, maar hier dus niet. Dus via deze baan naar Hulst aan Zee, ja, je bent rechtstreeks op de openbare weg hier. Gedurende 2 kilometer is dat verantwoordelijk om met een kind, met een kinderwagen of jonge mensen of zelfs fietsers langs die baan te gaan? Nee, want ik zeg, blijft toch een gevaarlijke zaak. Bon, nu is ook Hulst aan Zee niet een aantrekkingspunt. Men spreekt er wel over. Er zijn mensen die gaan met de wagen en die gaan daar even gaan rusten. Maar bon, het is ook geen echte badplaats. Iedereen weet dat. Het is de Westerschelde. En het is niet toegankelijk, laat ons zeggen. Dus hier aan de kanten om naar Walsoorden te gaan, heb je dus wel een fietspad. En ook om naar Kloosterzande te gaan. Nee, maar ga je via dit pad, ja, dan zit je automatisch aan 4 kilometer omweg. Nee, dus dat is ook geen oplossing. Dus ik ga nu verder richting Kloosterzande.